fucking foto's van mijn kop. Ik heb het helemaal gekregen. Ik heb er een hersenschudding aan overgehouden. Nieuws. Nou, ongelooflijk. Wat een ervaring. Je bent echt... Ja, gewoon in elkaar geslagen op straat terwijl je een foto had maken was. Vertel eens, wat is er gebeurd? Wat ik begrepen heb is dat er twee dames op een fatbike zaten. En wat ze gedaan hebben, geen idee. Nee. Maar ze zijn er vanaf gevallen en gewond geraakt. Ja. En toen dacht jij, ik ga erop af en ik ga er eens even een mooie foto van maken. Ik maak er een verslag van. Fucking foto's van mijn kop. Direct bij het uitstappen kwam er eigenlijk al iemand naar mij toe. Die zag mij staan met camera. Ik had nog geen beeld gemaakt. En die maande mij om geen beelden te maken, dan wel foto's te verwijderen. Ja, daar doen we niet aan. Heeft u mijn bril? Oké. Ja, we raken klap op mijn hoofd, maar... Ja, ongelooflijk. Weer een fotograaf aangevallen. Weer geweld richting de pers. Je hebt het vast meegekregen. Het is een zoveelste incident alweer. Ja, wij merken de afgelopen jaren dat er echt meer agressiviteit is richting journalisten, richting fotojournalisten, richting cameramensen. Ja. En deze werd goed in beeld gebracht, zullen we maar zeggen. Toch hebben ze je goed te pakken genomen. Want wat hebben ze eraan overgehouden? Ja, ik heb er een hersenschudding aan overgehouden. En trillende benen en flinke pijn in mijn rug. Ja. Ja. Je bent hard gevallen ook. Ik heb mezelf laten vallen om mijn apparatuur te beschermen. Mensen vinden het een beetje, vinden jullie een beetje ramptoeristen? Ja, nou dat vind ik echt een scheldwoord voor de mensen van mijn beroep. Wij zijn persfotografen. Ik ben in bezit van een perskaart en de mensen in bezit van een geldige landelijke politiepersskaart, die weten donders goed wat de regels zijn. Wij zijn geen ramptoeristen, wij zijn persfotografen. Moet geweld tegen journalisten ook zwaarder aangepakt worden dan geweld in het algemeen, of is dat al zo? In de eisen die gesteld worden is het al zo. We hebben gezegd, het is een publieke functie die journalisten uitoefenen. Dus dat betekent ook als je die publieke functie verstoort. Dus eigenlijk als je daarmee de democratie ook niet goed zijn werk laat doen. Dan mag je ook wel harder gestraft worden. En daar zijn we dus ook wel voor. Nou, lieve Poland-kijkers, we zijn natuurlijk hartstikke blij dat jullie onze video's kijken. Maar zonder betaalde leden kunnen wij niet blijven bestaan. Dus word lid via de link in de beschrijving en steun ons. Alvast bedankt.